In deze tabel staan verkoopgegevens. Elke rij in de tabel is een aparte order. In een draaitabel kun je deze data analyseren. Invoegen, draaitabel. Voor de overzichtelijkheid wil ik die draaitabel hier laten beginnen. Ik wil bijvoorbeeld weten hoeveel orders hebben de verschillende verkopers. Dan pak ik verkoper, dat sleep ik naar het rijengebied. En ik kan die verkoper ook slepen naar het waardegebied. En dan telt hij hoe vaak die verkopers voorkomen. Maar als ik zou willen weten in hoeveel landen een verkoper actief is, dan kun je dat niet zomaar op deze manier doen. Ik haal deze er even uit. Ik pak deze land en dat sleep ik naar het waardegebied. En je ziet, dan krijg ik dezelfde uitkomsten. Ik moet eigenlijk tellen hoeveel unieken er zijn in het land. Dat kan ik doen met mijn rechtermuisknop door een andere samenvatting te geven. Nu is het aantal, maar ik wil eigenlijk deze kiezen. Maar die is grijs en dat lukt dus niet. Dat komt omdat dat niet kan in een gewone draaitabel. Ik ga nog een draaitabel maken. Invoegen, draaitabel. Op een bestaand werkblad, ik zal hem hier neerzetten, dan is het makkelijk te vergelijken. Het enige wat ik nou anders doe is, ik kruis dit vakje aan. Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel. Nu doe ik hetzelfde. De verkoper en het land. Dan zie je, het is hetzelfde. Maar als ik hier rechts klik en ik zeg waarde samenvatten per, dan kan ik wel kiezen voor uniek aantal. En dan zie ik bijvoorbeeld dat bakker actief is in 2 landen en dat snijder actief is in Duitsland, Frankrijk, België, Spanje in 4 landen.